vragen. Maar ik ga je toch even onderwerpen aan de vliegensvlugge vragen. Dat betekent vliegensvlugge antwoorden voor jou. Vraag 1. Wat is je eigen allerergste modemisser? Een wijde groene bandplooibroek van de Mac & Maggie. Vraag 2. Wie is de best geklede politicus? Klaas Dijkhoff. En de slechtste? Ik zou bijna willen zeggen het andere 149 in de Kamer. Vraag 3. Liever een goed voorbeeld of een sekssymbool? Ik, wat ik wil zijn. Ja. Een sekssymbool natuurlijk. Vraag 4. Thierry Baudet, liever met of zonder kleren? Heb je de foto gezien? Ik vrees dat ik mijn ogen er niet vanaf kan houden, ja. Nee, ik zou zeggen, laat dan alles zien, maar liever met kleren, ja. Nee. Ja. Vraag 5. Wat is je allerduurste kledingstuk? Dat is denk ik mijn met de hand gemaakte smoking uit Napels. Wow. Vraag 6. Wat is het mooiste land uit National Geographic dat je nog wilt bezoeken? Dat is wel een hele flauw, hoor. Maar... Helemaal niet. Nou, hij is niet flauw, maar het is moeilijk. Ik ben te lang niet in Suriname geweest. Ik ben er net geweest, ja. Vraag 7. Wat is de keerzijde van jouw succes? Grijze haren. Vraag 8. Met hoeveel koffers ga jij op vakantie? Weinig, klein tasje. Vraag 9. Naar welke vakantiebestemming mogen jouw kinderen absoluut niet? Nou, daar waar ik ben geweest ben, Costa Brava. Vraag 10. Sex on the beach, ja of nee? Verschrikkelijk, dat is zand. Vliegensvlugge vragen.